Dacia, een merk wat value for money levert. En dus relatief veel auto voor relatief weinig geld. Zeker als je hem nieuw koopt. Deze Duster, wat stoerder, offroader, in ieder geval qua looks. Maar je moet je ook niet heel veel voorstellen van de rijeigenschappen. Het is wel comfortabel, maar sportief zeker niet. Er was ook wel wat discussie rondom de veiligheid. Bijvoorbeeld met de Elandproof. De eerste bouwjaar hadden ook niet standaard ESP. En het interieur, het tegenovergestelde van premium zou ik bijna willen zeggen. Het is allemaal heel functioneel, maar ja, echt heel mooi. Nee, dat ook weer niet. De keuze qua motoren was ook niet reusachtig groot. Er zijn wat verschillende 1.5 diesels leverbaar geweest. En een atmosferische 1.6 16 klepper. En als je dan een beetje toeren maken, wat niet heel erg lekker bij het karakter van de auto past. En later kwam er een gedownsized turbo blokje. Aanbod Outscout, iets van 150 exemplaren, relatief weinig diesels. Wat waarschijnlijk komt doordat veel particulieren deze auto kochten en die rijden dan gewoon niet zoveel. En de diesel is natuurlijk vaak ook wat duur in aanschaf. Slechts 12% heeft een diesel. Er zijn ook wat auto's op LPG te vinden, 4,5%, wat natuurlijk wel heel lekker is voor de brandstofkosten. Als je graag een Duster met automatische versnellingsbak zou willen hebben, dan heb je pech, want die is nooit leverbaar geweest. En overige luxe, dat is ook wel schaars. Een kwart van het aanbod heeft of een navigatiesysteem, of parkeersensor, of een open dak. Leren bekleding, ook heel weinig terug te vinden. Slechts 18%, en dat is dan ook nog niet eens het mooiste leer natuurlijk. Nou, is de Duster ook met vierwielaandrijving leverbaar geweest, maar niet heel veel kopers in Nederland kozen daarvoor. Ja, in dit vlakke land waar je eigenlijk bijna niet kan offroaden en waar er een penalty zit op extra verbruik, is dat ook wel logisch. Slechts 10% heeft vierwielaandrijving. Nou, de prijzen beginnen ongeveer bij 10 mil. Aandachtspunten van de Duster. De 1.6 benzine, dat is een relatief ouderwets blok, niet volledig achterhaald, zo erg is het ook weer niet, gekoppeld aan een versnellingsbak met 5 versnellingen. Dat betekent dat als je op snelweg houdt van wat meer tempo maken en dat je behoorlijk toeren gaat maken. Dus wat meer herrie, brandstofverbruik ook niet fantastisch, dus denk daar even over na en ga ook het liefst tijdens een proefrit gewoon even de snelweg op om te kijken van ik zou het liefst hier 130 of 140 rijden, vind ik het geluidsniveau nog acceptabel. Dan een issue rondom de veiligheid, ook belangrijk om vooraf gewoon even over na te denken. De Duster kreeg pas heel laat ESP systeem. Het systeem om als je te hard een bocht in gaat, zeg maar dat je auto jou afremt in plaats van dat je alles zelf moet doen. Niet heel onbelangrijk bij een auto die niet heel lekker communiceert en ook een hoger zwaartepunt heeft. Maar de Duster kreeg pas vanaf 2011, medio 2011 ESP's. De vroegere Dusters hebben dan iets, hou daar rekening mee of je dat belangrijk vindt. En ik kan natuurlijk denken, maar ik rij nooit sportief, maar andere mensen doen ook wel eens rare dingen en dan moet je misschien uitwijken. Niet onbelangrijk. Dan wat punten rondom de betrouwbaarheid en de degelijkheid. Die lijst is overigens redelijk kort, dus dat valt dan weer mee. Bobines van de 1.6 viercilinder benzine, die relatief vaak stuk. Dan voel je ook meteen, gaat die auto op 3 cilinders rijden, dus dat hoor je, dat merk je, dan is die helemaal zijn power kwijt. Niet mee doorrijden, want dan kan je je katalysator slopen. Mocht je bij een vierwiel aangedreven Duster gaan kijken, sowieso altijd belangrijk bij vierwielaandrijvers, controleer de onderkant. Misschien is er wel mee geoffroad en zijn er dingen geraakt. Maar ook de uitlaat die loopt onder de achteras door. Dus die is redelijk onbeschermd. Dus dat is een punt waar, als er beschadigingen zijn, het relatief snel optreedt. Dus dat moet je gewoon even controleren. Ander puntje, redelijk vreemd voor een nog recente auto, roest- en lakproblemen. Treed gewoon met zekere regelmaat op. Dus controleer even een aantal punten, bijvoorbeeld de doorpols, maar ook bij de achterklep waar de regengoten zitten. En daar zie je vaak ook gebarste lak en dat soort dingen. Dus die lak is niet helemaal top. Iets wat je overigens ook bij andere auto wel terugziet. Dat heeft te maken met watergedragen lakken die beter zijn voor het milieu, maar ook wat minder degelijk. En ook bij de achterbumper, die kan tegen de carrosserie aanschuren. Ja, en dan schuurt de lak eraf. Dan zou je dan of lakbeschadiging of roest kunnen krijgen. En dan het laatste puntje, de versnellingsbak. Dat is altijd een handbak.
hoor je wel wat klachten over dat hij slecht kan gaan schakelen. Dus controleer dat gewoon even of dat gewoon lekker soepel gaat allemaal. En als dat niet zo is, dan, nou ja, dan zou ik zeggen, ga naar de volgende duster. Er zijn er genoeg te koop. Dit exemplaar vonden we bij Arend Auto in Amsterdam Zuidoost.